oh, dit is niet zo best. We krijgen nu zojuist door dat er voor het Nederlands elftal een groot probleem is. Wat? Ja, lawaai rondom het hotel. En niet een klein beetje, heel veel, een beetje boel. Laten we even gaan luisteren wat er aan de hand is allemaal. O jee. Dit is het Hotel van Oranje, voor de duidelijkheid. Daar zitten ze nu in. Ja. Kijk, daar staat Frenkie de Jong. Kijk, daar staat hij. Ja, nee, het is een gek huis, is ja, het daar natuurlijk. Ja. Kijk, of je ligt... Dan zou ik denken, als ik dan... Of ik lig ervan wakker, ja? Of ik ga er gewoon lekker naartoe. Dat zou ik ook doen. Dan zou ik er lekker naartoe gaan. Ja. Weet je, je gaat niet wakker liggen. En dan ook tegen de boer zeggen, ja, sorry, maar ja. Je kan toch niet slapen. Nee, daarom kun je beter tussen gaan staan. Ja. Hoe is dat nou mogelijk? Dan heb je een hele belangrijke wedstrijd. Heb je toch het beste hotel geregeld waar je kan liggen? Nee, maar als je een hotel neemt aan de Donau in het centrum van Boedapest... dan weet je dat je in het middel van alle evenementen zit. Ja, het is toch niet te geloven, dit allemaal. Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronicainsight.nl. Weer rots.